Naast mij zit Jelle Hermes. Hij is van de website So Chicken. Dat is een blog over hoe je je lekkerder kan voelen. Jij schrijft ook heel veel over hoe je meer verbinding kan maken met jouw medemens. Ik zie toch dat veel mensen meer contact zouden willen met anderen, maar het niet durven of het lukt niet. Heb je daar nog tips voor? Ja, het is, mijn visie is, blije mensen zijn beter voor elkaar. Dus de eerste tip is echt, zorg beter voor jezelf. Zorg dat je lekker in je vel zit en werk in kleine stappen aan je eigen geluk. Omdat als jij zelf gelukkiger en blijer bent, dan ben je automatisch liefdevoller naar de mensen om je heen. En dan zul je merken dat het ook veel makkelijker wordt om betere relaties op te bouwen met de mensen om je heen. Om makkelijker contact te leggen. Omdat veel mensen voelen zich belemmerd door allerlei onzekerheden. Door het gevoel, ik ben niet goed genoeg. Of wat zullen ze wel niet van me denken. Of weet je, is het niet raar om mensen zomaar aan te spreken. En dat soort dingen. En hoe dichter je bij jezelf komt, des te minder twijfels je in dat gebied hebt. En des te makkelijker het wordt om, zeg maar, nieuwe contacten te leggen. En ik denk dat, en dat heb ik zelf ook gemerkt, is dat hoe beter je daarin wordt, des te meer je ook gaat beseffen dat andere mensen helemaal niet zo anders zijn dan jij, zeg maar. Dat de meeste mensen van buiten kunnen we er allemaal heel anders uitzien. En we gedragen ons allemaal heel anders. Maar een soort van daarachter, achter al die toch wel met dezelfde dingen, behoeftes. Dus ja, toch aandacht, liefde en verbinding ook, hè? Ja. En uiteindelijk lijken we van binnen gewoon veel meer op elkaar dan dat we van elkaar verschillen. Nou, misschien luisteren we te veel naar angst. Absoluut. En dat ons weerhoudt van angst voor de afwijzing bijvoorbeeld. Misschien is dat het wel. Ja. Maar hoe kun je meer in liefde gaan leven? Ja. Nou, af en toe klink ik als een haperende LP-plaat als ik zeg, mensen gaan meer mediteren. Want dat is gewoon echt de beste manier om jezelf beter te leren kennen, om kalmer te worden en om liefde en compassie te ontwikkelen voor jezelf en voor de mensen om je heen. Ja. En het klinkt vaak een beetje, weet je wel, zweverig en dan is er weer zo'n persoon die dat zegt. En dat snap ik, als je dat denkt. Ja. Maar weet je, mediteren is niet, dat is niet per se iets super zweverigs of spiritueels. Het is gewoon, het is iets heel praktisch. Maar er is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En we weten ook vanuit studies dat het heel veel voordelen heeft. Ja. Alleen vroeger heette het mediteren en nu heet het dan mindfulness. En precies, dan opeens is het hip. Dan willen mensen er wel aan. Ja, zeker. En dat is heel fijn. En weet je, ik zeg altijd maar, weet je poet je tanden om je gebit gezond te houden. En je eet en je sport om je lichaam gezond te houden. En mediteren is in feite gewoon flossen voor je brein. Weet je, je doet dat om je brein gezond te houden. En om je bewustzijn en je psyche gewoon in de goede balans te houden. Zodat je, zodat je een stralend zonnetje bent. En dat werkt gewoon echt heel goed. Het werkt gewoon heel goed. Dus dat is waarom iedereen erover praat. Is omdat het gewoon zo goed werkt. En het is niet moeilijk. Je kan op allerlei manieren beginnen. En je zal daar vast tips over hebben op je website ook. Zeker, ik heb allemaal artikelen erover. Maar jij ook. Ik ook. Dus weet je wel, er zijn overal tips en dingen te vinden. Apps en van alles. En, maar al met een paar minuten per dag zul je zien dat je meer resultaat boekt. Omdat je gaat zien dat de gedachten, dat je die kan observeren en dat je niet die gedachten bent. Ja. En daardoor kun je dus ook beter gaan zien de dingen die je denkt, de angsten die je voelt. Die ga je op een soort achtergrond manier allemaal één voor één loslaten. Waardoor je gewoon een kalmer, liefdevoller mens wordt die gewoon beter in zijn vel zit. En chiller is met wie die zelf is. Dus je kunt naast de angst dan gaan staan als het ware. En meer op zo'n moment dat er een vreemde langskomt. Dan in liefde. En dan toch eventjes gedag zeggen of vriendelijk lachen. Ja, zeker. Want dat zie ik vaak. Hè? Mensen gewoon star er langs lopen, niks zeggen. Ja. Terwijl het is zo fijn om eventjes een knikje naar elkaar te geven. Even wat gedachten zeggen. Gewoon zoiets kleins kan al zoveel betekenen. Zeker. Maar wat je ook gaat merken is dat op het moment dat je dan op die plek komt, dat je dan ook zal merken dat als iemand je dus nors voorbij loopt, dat je daar minder een oordeel over hebt. Omdat je denkt van, weet je, die persoon zal daar een reden voor hebben dat hij nu geen zin heeft om contact te maken. Of zeg maar, je gaat iemand niet veroordelen. Je veroordeelt sowieso minder. Omdat je steeds beter begrijpt dat alles een reden heeft en dat de mensen van binnen meer zijn zoals jij. En dat jij ook redenen hebt soms om geen gedachten te zeggen. Omdat je even niet zo lekker in je vel zit. Of omdat je gewoon druk bent. Of omdat je met andere dingen bezig bent.
En ik denk in heel veel relaties, daar hangen heel veel verwachtingen in de lucht. En die hebben we ook van onszelf en die hebben we ook van andere mensen. En het zijn vaak als mensen niet voldoen aan die verwachtingen, dan ontstaat er allemaal frustratie. En teleurstellingen. En teleurstellingen. Ja. En dat zie je dus bijvoorbeeld rond de kerstperiode in families. Weet je, in de patronen waar we in zitten, is dat we verwachten zoveel van elkaar. En we vinden het heel moeilijk. En want we willen graag ook dat andere mensen anders zijn. Dat ze zich meer gedragen zoals wij willen dat ze zich zouden gedragen. Vanuit liefde, omdat je graag wil dat ze gezonder eten, zodat ze, weet je wel, zodat ze minder kans lopen op ziektes en wat dan ook. Want je wil je dierbaren zo lang mogelijk bij je houden. Ja. Of omdat je gewoon ziet dat ze zichzelf pijn doen op een andere manier en jij je daar graag bij wil helpen. En het is dus heel moeilijk, maar heel erg waardevol om jezelf uit te dagen. Om de mensen om je heen, zeker de mensen die het dichtst bij je staan, om die te accepteren zoals ze zijn. Met al hun wenselijke en minder wenselijke eigenschappen. En dat je dat ook leert naar jezelf te doen. Is dat als je een keer uitstelgedrag vertoont, dat is ook een onderdeel van jou. Dat is oké. Okay. Ja, we oordelen heel vaak, oh, dat is slecht en dat is goed en zo moet het. En ja, wat jij bedoelt, laat dat gewoon los. Ja. Die verwachtingen en die etiketjes. Zeker. Want er is, je zou kunnen stellen, er zijn dingen die werken en er zijn dingen die niet goed werken, gezien de doelen die ik wil bereiken. En weet je, als je kijkt naar de relaties, is het zo dat als jij mensen het gevoel geeft, als ik, weet je wel, van jou wil dat jij je anders gaat gedragen dan dat je je nu gedraagt, dan geef ik jou dus het gevoel dat je niet goed genoeg bent voor mij, zoals je nu bent. Dus dat jij eigenlijk als persoon niet genoeg bent, niet goed genoeg bent. En als ik jou gewoon accepteer zoals je bent, dan heb je het gevoel dat je gewoon helemaal jezelf mag zijn bij mij. En dan, weet je wel, dan ontspan je en dan wordt alles relaxter. Ja, en dan ben je gewoon gelukkiger. Dan laat je ook een betere kant van jezelf zien. Ja, dan ben je gewoon gelukkiger. En dan ontstaat er een situatie waarin twee mensen gewoon met elkaar om kunnen gaan en allebei zichzelf kunnen zijn. En, maar dat moet ergens beginnen. En als jij bezig bent met persoonlijke groei, dan kun je daar zelf mee beginnen. Om te beginnen met accepteren als uitdaging. En gewoon te kijken wat er gebeurt. En de kerst is daar een heel mooi oefening voor. Mooie oefening voor. En weet je, de kerst draait ook om vrede op aarde. Weet je, er komt pas vrede op aarde als we vrede in onszelf hebben. Ja. En als we vrede met onszelf hebben. Ja. En niet blijven vechten tegen onze eigen eigenschappen die we niet wenselijk vinden. En tegen de eigenschappen van de mensen om ons heen. En natuurlijk zijn er dingen die wel goed werken en niet goed werken. En je moet daar een balans in zien te vinden. Maar in het algemeen denk ik dat we er allemaal heel erg bij gebaat zijn als we minder oordelen naar elkaar hebben. En elkaar meer kunnen accepteren zoals we zijn, die verwachtingen los durven te laten. En gewoon zien wat voor pakketje een persoon is en daarvan leren houden zoals het is. En vanuit daar vooruit werken. Dus vrede in jezelf vinden en dan zal er vrede in je leven komen. Ja, dan zal er meer vrede in je leven komen. Meer vrede. Ik weet niet of je dan meteen overal vrede zou hebben, maar dan vergroot je wel de kans op vrede in je leven. Nou, okay. Ja. Lijkt me mooi om af te sluiten. Dankjewel Jelle voor je bijdrage. Jullie weer bedankt voor het kijken.